Na 3 jaar zelf als high-class escort te hebben gewerkt, dachten Amy en Esmee, dit kunnen wij beter. Op hun 25e runnen zij nu samen het high-class escortbureau Pink Sheets. En daarbij draait het volgens hen meer dan alleen om seks. Amy en Esmee, goed dat jullie er zijn. Leuk dat we er mogen komen. Ja, laten we even beginnen met, wat is het verschil tussen een gewoon escortbedrijf en een high-class escortbedrijf? Een high-class escortbedrijf, dan draait het om de beleving. Ja. Dus zij is voor even de perfecte vrouw, de perfecte vriendin. En bij een gewoon escortbureau, regulier escortbureau, draait het echt om seks. Dus wij zeggen altijd uurtje factuurtje. Ze komt binnen, het gaat om intimiteit en ze gaat weer weg. Ja. En bij ons is het meer dan dat. Ja, en Esmee, wat is dan, kun je heel even kort uitleggen, wat doet dan de dame in kwestie anders? Het gaat ook voornamelijk om de intellectuele klik die je met je klant hebt. Dus het gaat om iets meer dan alleen hoe is het weer en ga maar liggen. Ja. En het gaat natuurlijk ook om dat je bijvoorbeeld samen leuke dingen gaat doen. Dan gaan samen naar een restaurant, naar een evenement. Nou, nu heb je de Grand Prix. Veel gaan samen naar de Grand Prix. Okay. Dus je bent meer een soort gezelschapdame waaruit eventueel seks zou voor kunnen komen? Ja, ja. Vaak zit er wel intimiteit bij een boeking. Ja. Maar het is niet dat de dame expliciet wordt geboekt voor intimiteit. Ja. Nou is jullie verhaal vrij uniek. Want jullie zijn zelf high-end escortdame geweest. Ja. En runnen nu samen het bureau. Wat maakt het dat jullie zeggen van wij willen er gewoon open over communiceren. Het is gewoon een vak net als elk ander. Moest je daardoor ook nog door een bepaalde barrière heen? Ja, het grappige is, ik zeg dat als je een restaurant begint, dan willen ze ook altijd graag dat je ervaring hebt in de keuken. Ja. En dit lijkt wel het enige waar dat echt geen reet uitmaakt of je ervaring hebt, of je een diploma hebt, of naar iets. Wij weten wat die meiden meemaken, hoe het is op een boeking, hoe het is met een klant, je voorbereiding, nou noem het maar op. We hebben het letterlijk in hun schoenen gestaan. Ja. En ja, anno 2021, waarom zou je daar een heel groot probleem van maken? Ja, bijvoorbeeld wat je dan heel vaak merkt, is dat veel hoogopgeleide vrouwen dan bijvoorbeeld, die vinden dan dat een vrouw niet haar geld zou moeten verdienen met haar lichaam bijvoorbeeld. Wat voor vooroordelen krijg je nou wel eens te maken? Nou, bijvoorbeeld deze. Ja. Maar dat is ook wel een vooroordeel van vrouwen als van mannen. Ja. Maar ja, vaak boeken ze dan wel ook. Dus het is natuurlijk wel een beetje tegenstrijdig. Maar goed, onze dames die hebben hiernaast of nog een studie of een andere job. Ja. Of allebei. Dus ze doen dit als zeg maar lucratieve hobby, omdat ze er plezier in hebben. Ja. Zodra de routine inkomt, dan is de kwaliteit is weg. Dus dat willen wij ook niet. Dus ze zijn heel secuur met wie, wanneer, hoe vaak. En het grappige is, het zijn voornamelijk hoogopgeleide vrouwen die bij ons werken. Maar dat zei je ook net, want je moet een bepaald niveau gesprek moet je aangaan. 21 jaar waren jullie allebei toen jullie in het vak terechtkwamen. Ja. Ja, even gewoon, hoe kom je erin terecht? Is dat, kijk je op een website een keer dames gezocht? Hoe gaat zoiets? Nou ja, het grappige is, ik had de serie Meisje van Plezier gekeken. En toen dacht ik, nou, ik denk eigenlijk dat ik dat ook wel kan. Ja. Ja, inderdaad. Dan ga je het internet op. En voor mij was het heel belangrijk dat het wel echt het hoger segment zou zijn. Ook omdat ik meer wil dan alleen seks, maar ook echt de beleving wil uitdragen. En dan ga je in gesprek met verschillende bedrijven. En dan kies je er op een gegeven moment één waarvan je denkt, nou, misschien is dit het. Ja. En dan, Amy, komt je eerste keer. Is dat al iets wat je nog heel goed kunt herinneren? Maakt dat een indruk? Lijkt me wel natuurlijk, maar. Nou, bij mij staat het wel in mijn geheugen gegrift. Ja. Ik ben begonnen bij een bureau waar ik eigenlijk achteraf nu van denk dat ik helemaal niet tevreden was over de werkwijze. Maar goed, wat weet je nou? Ik bedoel, je begint net. Ja. Dus je weet ook niet de concurrent hoe die het doet. Nee. Dus ja, voor mij was dat wel een soort van, het kwam heel erg over me heen. En ik was eigenlijk heel slecht voorbereid. Als ik zie wat die meiden van ons nu meekrijgen, dan denk ik, jeetje, hoe heb ik dat in godsnaam zo succesvol voltooid? Want daar gaan we het zo over hebben. Jullie begeleiden en veel beter. Ja, heel goed eigenlijk. En dus ik stond wel echt letterlijk even met mijn mond vol tanden. Ja.
En het was ook nog eens iemand die totaal niet praatte. Dus gewoon echt alleen maar zijn mond hield. Dus ja. Ik dacht echt, wow. Ja. Word je ook zenuwachtig van? Ja. En nou, ik ben niet snel van mijn stuk te brengen. Maar toen dacht ik echt, nou, is dit werk? Had ik hier zo'n mooi beeld bij? Ja. Ja. Dus, toen viel ik even van mijn voetstuk. En Esmee, ik bedoel, vertel eens iets. Wat is nou echt dat je hebt meegemaakt met een klant dat je denkt, nou, dat zal ik nooit meer vergeten? Zonder identiteit, want integriteit is heel belangrijk, maar... Nee, je maakt zoveel leuke dingen mee. En één staat niet los van het ander. Ik had echt een lijstje met wat wil ik heel graag. Mm-hmm. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook boekingen gedaan met alleen een vrouw. Dus dat een vrouw mij boekt, dat is eigenlijk iets wat je helemaal niet verwacht. Nee. Maar nou, het leek mij heel leuk. Nou, dat vond ik een hele fijne ervaring. Ja, rooftopfeestjes, helemaal geweldig. Privéjets, buitenlandse tripjes... Nou ja, dat vergeet je nooit meer. Nee, want als nou... want je had het bijvoorbeeld net over de Grand Prix. Dus hebben ook wat high-end escort dames op de Grand Prix rondgelopen. Is het dan... Het is heel vaak helemaal niet bekend dat je op dat moment een call girl... een high-end escort dame bent. Hoe zorg je dan... Wat voor afspraken maak je daar dan over met de klant? Nou, eigenlijk gelden voor iedere klant dezelfde regels. Ja. En als we dat nu uit de doeken gaan doen, wordt dat een lang lijstje. Maar om het in de notendop samen te vatten. Ja. Je vraagt niet naar haar identiteit. En je geeft ook niet je eigen gegevens aan haar. Dat is ons werk. Je respecteert ten alle tijde elkaars grenzen. Dus die van haar en hij ook. Ja. Zij ook die van hun of hem. Want het kan ook een koppel zijn bijvoorbeeld. Ja. Alles wat ze doen, dat doen ze eigenlijk in overleg met ons. Ja. En als er iets is, dan regelen wij dat. Dus wij zijn echt de bemiddelaar, ook gedurende de boeking. We gaan die dames niet storen. Nee. Maar als er wat is, of het nou positief of negatief is, wij regelen het. Ja, en jullie zijn op een gegeven moment vanuit al die ervaringen... zijn jullie je eigen escortbureau begonnen. Wat was de belangrijkste motivatie? Want dan heb je ook als ondernemer ook meer zorgen. Ja, nou ja, wij kwamen elkaar tegen in het werkveld. Ja. En het grappige was dat we eigenlijk heel erg allebei dezelfde visie hadden. Ja. Hoe kwamen jullie elkaar tegen? Tijdens het trio. Tijdens het trio? Okay. Ja, dan is dat even gezegd. Ja, kan maar gezegd zijn. Ja. Was een hele leuke avond overigens. Ja. Maar goed, dat doet niet de zaken. Ja. Het belangrijkste wat wij hebben gemist is eigenlijk de begeleiding. Ja. En hoe fijn is het dat als je denkt, ja, ik weet het even niet, ik zei er in de winkel, ja, zoveel lingerie, geen idee. Nee. Dat je gewoon even een van ons kan bellen, dat je zegt, nou, ik sta hier, Amy, zeg het maar. Ja. Wat wordt het? Of dat je zegt, nou, ik kan mijn tas niet vinden. Of ik heb dit nodig. Of waar kan je het beste kopen? Of, nou ja, hele andere vragen over contact maken met mensen. Ja. Wij hebben het ook al lang al gedaan, dus wij weten het. Maar Amy, hoe begeleid je dat? Want er komt natuurlijk altijd een moment, dat hebben jullie zelf ook. Hè? Jullie hebben het zelf ook gedaan. Er komt een moment, dan moet je ergens alleen naartoe. En dan voel je volgens mij in het begin een van de eenzaamste mensen van de wereld, toch? Of zie ik dat verkeerd? Die eerste drempel, dat lijkt me ontzettend lastig. Eenzaam is denk ik niet het goede woord. Ik denk dat nerveus misschien beter is. Kijk, wij kunnen niet over hun schouder kijken of in die kamer gaan zitten en aanwijzingen geven. Nee. Dus wat we doen, is het voortraject is bij ons 4 tot 6 weken... en waarin we echt aan ieder aspect aandacht besteden. Ja. Dus zij stapt de drempel over, er gebeurt iets en zij denkt, oh, dat heeft Amy of dat heeft Esmee verteld. Ja. Zo doe ik dat. Of zo los ik dit op. Of zo los ik dat op. Er kunnen altijd dingen zijn die niet benoemd zijn. Waarom? Iedere klant is anders. Ja, sommige mensen hebben hele, hele unieke eisen. Ja. Dan krijgen ze het wel van tevoren te horen. Dat is misschien wel ook soms. Maar het gebeurt ook soms dat een klant niet eerlijk is tegen ons. En wij vragen altijd heel erg door. Maar als iemand het niet vertelt, vertelt hij het niet. Dus dan kan ze voor verrassingen komen te staan. Ja. Nou ja, dan doen wij in het voorbereidingstraject. Nou, mocht dat gebeuren, dan doe je dit. Ja. Mocht dit gebeuren, dan doe je dat. En dan komt het moment dat ze inderdaad daar naartoe moet gaan. Nou, dan is de weg er naartoe. Dus vanaf dat ze in de auto stapt, wordt alles nog één keer in een stoomcursus van 10 minuten herhaald. Ja, want dan de eerste keer gaan jullie dan mee of zo? Of, nee. Aan de telefoon. Okay. Ja, volgen de locatie ook van iedere date van iedere dame. Nou, weet dat bij iedereen waar ze waar ze zijn. Ja. Ja. Want Esmee, als jij, je zegt 4 tot 6 weken, tot zeg maar tot Eggy, voor de eerste keer dat je naar een klant gaat. Wat is nou het allerbelangrijkste dat je een dame op het hart drukt? Nou, voel bij jezelf aan of iets goed voelt. Kijk, wij zeggen altijd, nou, dit zal ongeveer de date zijn. Dit is de klant, dit verwacht hij. En als het daar
vanaf wijkt wat Amy net ook zegt. Voel bij jezelf, wil ik dit? Ja. Voel ik me hier prettig bij? Voel ik me prettig bij deze klant? Kijk, niet iedereen is misschien je type, maar nee. Het gaat ook om de klik. En als jij je echt niet prettig voelt, luister daarnaar. Ja. Ga maar weg. Jullie zeggen ook van ja, de perfecte vrouw. Mm-hmm. Nou goed, ik weet niet of die bestaat, maar misschien kun je het benaderen. Wat, komen dicht in de buurt. Ze komen dicht in de buurt, uiteraard. Maar dan is dat echt ook, ga je ook op seksueel gebied? Zeg je dan van je kan het beste zo en zo doen? Ja, ook op het gebied van seks geef je natuurlijk ook tips en trucs. Ja. Jullie noemen dat overigens intimiteit. Is dat bewust? Dat je het woord seks niet veel gebruikt? Nee. Niet? Klinkt wat netter misschien. Nou, het is denk ik ook omdat we... Kijk, wij willen ons echt onderscheiden in het high-end segment. En ja. Seks hoort toch in ons ogen wat meer bij de wat lagere segmenten. Ja. Dus daarom noemen wij het intimiteit. En ook omdat het mentale intimiteit is. Dus het heeft twee betekenissen. Een date draait eigenlijk voor 70% om de mentale klik. Ja. En voor 30%... Wat soms heel lastig is, zoals je net zei, als iemand zwijgt de hele avond. Ja. Je moet dan allerlei psychologische trucjes, zo moet je op een gegeven moment kennen. Maar de perfecte vrouw laat hem de klik voelen, ook al is hij er niet. Nee. Dus dat is ook je werk. Ja. Het kan soms heel lastig zijn, ja, maar precies. Ja, hoort er ook bij. Hebben jullie, wat is nou een experience die veel geboekt wordt? Is dat een bepaalde rol die iemand moet spelen? Nou, het grappige is, mensen verwachten daar altijd heel veel bombarie van. Ja. Maar eigenlijk wat het meest wordt gevraagd is gewoon de girlfriend experience. Dus de perfecte vrouw. Dat is eigenlijk wat het meest wordt gevraagd. Nou, ja. Daarna heb je trio, dat wordt heel veel gevraagd. Daarna heb je koppels en daarna first time experience. En dat is denk ik, als wij kijken, dat is wat het meest wordt geboekt bij ons. Ja. En jullie zeggen heel goed, we begeleiden meisjes. Dames moet ik zeggen. Daarna komt er ook van een gesprek van hoe was het? Ja. Wat wordt nou het meest aan jullie teruggekoppeld? Wat wij proberen... Kijk, in het begin weten ze niet zo heel goed wat ze dan moeten vertellen. Ja. Dus vooral de eerste paar keer vragen wij echt uit van, nou, hoe voelde jij je? Ja. En ja. Daarna van, hoe was het? Heeft hij nog wat gezegd? Of hebben zij nog wat gezegd? Dus echt eerst de focus op haar. Ja. Hoe voelde je je? Hoe heb je het gehad? Was je nerveus? Hoe voelde je bij het feit dat je voor het eerst intiem was met een vreemde? Ja. Die je eigenlijk een soort blind date. Gaf hij je een prettig gevoel? Ja. Voelde je je welkom? Ja. Heeft hij dingen gedaan waarvan je denkt, nou, vond ik toch niet zo leuk? Ja, want komt dan bijvoorbeeld een klant ook meteen bij spreken op de zwarte lijst bij jullie? Zo van, daar gaan we niet nog een keer iemand heen sturen? Ligt natuurlijk wel een beetje aan wat iemand doet. Kijk, als iemand naar je telefoonnummer vraagt, dan word je daar niet zo blij van als dame. Maar dan bellen we hem wel eventjes op om te zeggen, nou, dat is niet de bedoeling. Want soms, als iemand nog niet zelfverzekerd genoeg is, dan kan het wel eens gebeuren dat je dan toch het nummer geeft of zo, een van jullie dames? Nee, dat is dus heel grappig. Gebeurd. Dat doen ze echt niet. Nee. Wij zijn eigenlijk ook, sommige dames hebben ook ervaring bij andere bureaus. En dan komen ze bij ons echt in een super warm bad. En dan denken ze, nou, dat ga ik niet op het spel zetten. Ja. Want bij ons is het dan gelijk exit. Dat is gewoon, wij kunnen het niet controleren. Dus alles is op basis van vertrouwen. Van hun naar ons en van ons naar hen. Ja. En we komen er altijd achter op de een of andere manier. Dus nee. Even een beetje, gewoon even een platte vraag. Wat kost een high-end escort, mogen jullie dat zeggen? Ja, het staat ook gewoon op de website. Ja. 2 uur is €700 exclusief reiskosten. €700 exclusief reiskosten. Ja. En soms moet je naar de stad, maar soms moet je ook ergens wat ver afgelegen. Ja. Gaat er dan ook iets van een chauffeur mee of zo? Hoe wordt dat geregeld? Ja, als het afgelegen is, gaat er een chauffeur mee. Ja. En soms rijden de dames zelf naar de klant. Alleen dat is echt alleen als ze dan hem al kennen. Ja. Of dat stel al kennen. Omdat wij dan ook veel van hem weten. Dus dat de basis van het vertrouwen er is. Ja. En echt afgelegen plekken. In the middle of nowhere, dat is niet zo fijn. Nee. En zeker niet met het openbaar vervoer. Dat is bij ons echt uit den boze. Uit den boze. Ja. Zeggen jullie wel eens tegen een dame van, jouw ervaring, Dit is niks voor jou, moet je niet doen. Nee, want in het beginproces, als je daar doorheen komt, door die 6 weken, dan is het daarna gewoon goed. Ja, ja. Hey, een beetje afrondend, hè. We hebben allemaal te maken met een buitenwereld die dit soort dingen gebeurt. Allemaal achter de voordeur. Je kan het zo gek niet bedenken, jullie klanten, maar het moet allemaal niet bekend worden. Nee. Hoe is dat voor jullie zakelijk dan? Is dat lastig? Sluiten vriendschappen ze wel eens? Of in jullie kennissenkring zijn er mensen die dat niet goedkeuren?
Ja, je hebt altijd mensen die er niet zo heel blij mee zijn. Ja. Ik zeg altijd, het onderwerp is wat lastig. Ja. Maar als ik kijk naar mijn eigen vriendenkring, is er eigenlijk heel positief op gereageerd. Ja. Familie vindt het soms nog wel lastig. Snap ik ook wel. Kijk, je dochter gaat studeren. Ja. Dan verwacht je niet dat ze een high-class escortbureau met een vriendin gaat starten. Maar uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat je gelukkig bent in wat je doet. Precies. Maar jullie hebben ook wel eens het voordeel dat van mensen die het niet kennen, zeggen dat is een hele schimmige criminele wereld. Dat krijg je gewoon heel vaak mee te maken. Ja. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Nou, als je merkt dat iemand ervoor open staat en eigenlijk wel wil weten hoe het dan wel zit, dan zijn wij de beroeps niet en dan vertellen we eigenlijk gewoon van nou, dit en dit en dit. Ja. Dan zie je een soort van kijken van oh, huh. Als je echt zo vooroordeel voelt, dan haken wij sowieso precies af. En dan denken we, nou ja, je mag vinden wat je vindt. Maar wij weten wel beter. Ja. 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 Nu zijn nog hartstikke jong. Ja. Pink Sheets heet het bedrijf. Het loopt heel goed. Ja. Coronaperiode waarschijnlijk ook voor jullie lastig is geweest. Ja. Wat is de droom? Is dat, ja, ik kan niet zeggen, je moet zoveel dames in dienst hebben. Is het, heb je zoiets van, nou, ik wil op een bepaalde leeftijd wil ik lekker stoppen met werken? Zitten dat soort verwachtingen er ook bij? Nou, we hebben eigenlijk een gezamenlijke visie. We willen Pink Sheets uitbouwen tot een internationaal succesvol bedrijf. Ja. En we zeggen wel gekscherend, als we 50 zijn, dan zitten we met onze billen ergens waar de zon schijnt. Ja. Maar goed, het is nog maar zien. Ik weet niet of wij het allebei afstand van kunnen nemen. Nee. Nee. Ja, nou, Amy en Esmee, dank jullie wel voor jullie vooral openhartige verhaal. Want het is gewoon iets wat in de maatschappij bestaat. En ook goed dat jullie daar ook hier kwamen en om daarover te vertellen. Dank jullie wel.